Gucci gang. Ik heb er nu dit van gemaakt. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het een probleem als ik even met je ben. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik op pad met deze jongen. Kijk hem zitten dan, wat een levensgenieter. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. En we zijn hier bij Gio. Gio ligt nog in zijn bed, maar het is nog vroeg. Het is nu bijna 9 uur, maar wij moeten straks sporten om 10 uur in Haarlem. Maar we waren gisteren, zo die zon. Maar we waren gisteren na onze draaidag naar Rotterdam gekomen om hier te eten en even te chillen. Maar we gaan nu weer lekker naar Haarlem om eventjes te sporten. Yay! Kijk eens eventjes wat een weertje het is. Ik zei net ook al tegen Gio, ik heb gewoon weer echt zin om mijn bed uit te komen met dit weer. Dat je denkt van ja, ook al is het vroeg, dat je gewoon weer lekker een hele dag lekker in de zon kan genieten. Zoals Jopie nu ook al doet, lekker zitten. Zo. Hey, kijk eens wie er wakker is. Hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, je had zei net ook al van, jij hebt natuurlijk het sport helemaal niet nodig, nee, toch? Nee, kijk, snap je? Je hebt zeg maar mensen die het sport nodig hebben en dan heb je ik. Ja, ik ben gewoon al als een kast uit mijn moeder gekomen. Wij gaan er maar eens vandoor, Niek. Wij gaan er vandoor. Ja, wij moeten gaan. We zijn veel te laat. Sorry, wij moeten gaan. Ja, ja. Discipline, hè? Ja, discipline. Ja. Nou, let's go. God damn, that's my dad. Kunnen we helemaal Ooh. Ga je een pokoe maken in de lift? Wij gaan een pokoe maken. Die carrière zit wel echt in de lift, hè? Oh, hallo. Hallo. Uh-oh, wij zouden om 10 uur gaan sporten, maar we komen pas om 9:45 aan in Haarlem. En ja, we weten allebei hoe het is. En weet je hoe het komt dat wij laat weggaan? Ga nou niet mij de schuld geven. Want het heeft, nee, dat slaat nergens op. Toen ik onder de douche vandaan kwam, dacht ik, nou, vind je al ook nu wel gaan douchen? Lag je nog te slapen? Ja, omdat jij aan het douchen was, dan denk ik toch van, ja, dan hoef ik dan niet mijn bed uit te komen als jij toch onder de douche staat. Ik lag zo diep te slapen. Gio was zelfs al wakker. Er is toch helemaal niks mis mee. En na koffietje, en dan nog even lekker praten. Ja, ik moet gewoon even lekker wakker worden in de ochtend, anders kan ik gewoon niet functioneren op een dag. Nee, dat is ook helemaal niet erg. Maar ik geef jou wel een beetje de schuld. Laten we gewoon even heren bellen, we kijken wel even wat er gebeurt. Hey! Hey! Wat moet je van me? Want Bart zit alweer naar me te kijken, maar die belt hem nu weer. Wij zijn er 9:45. Bart over 10? Ja, want wij komen uit Rotterdam en ja, we zijn iets later weggegaan. Ah, al die verraad. Nee, maar dat is helemaal goed, jongen. Dan doe ik gewoon rustig mijn koffietje. Ja. En dan zie ik jullie gewoon verschijnen. Oké, top. Oké. Tot straks. Tot straks. Wel voorzichtig rijden, jongens. Ja, hey, dat komt goed. Komt goed, hoor. Hey. Oké, later, Klappie. Later. Doei. Wat chill. Heb het overleefd. Nou, ik had echt verwacht dat Hidde zei, wat verdomme, jongens. En dan een kwartier te laat, weet je wel niet wat dat betekent? Nee, maar we gaan extra push-ups doen. De zon schijnt. Ik denk dat dat heel veel verschil maakt. Maar dat zei ik ook, weet je. Als de zon schijnt heb ik gewoon altijd meer zin in de dag. Nou, dat maakt het allemaal niet uit. Positive vibes. Positive vibes. En hij denkt ook, misschien heeft hij vanochtend al alleen maar training gehad. Maar we hebben nu gezegd dat we om 9:15 aankomen. Maar we moeten nog tanken en nog even een broodje halen ook. Dus dat is ook niet grappig ook gewoon, weet je. Dat is allemaal gewoon niet leuk. Dit gaat hij allemaal zien, hè. De volgende keer gaan we eerder weg. Wij beloven dat. Even rustig wakker worden met Vincent. Hey. Zo, ik zie in mijn binnenspiegel nu, er komt een hele vette auto langs. Holy shit, kijk. Oh. Holy shit. Zo, die is dik. Wie is er dik? Oh. Nee, ik had het niet over jou, ik had het over die auto zeggen. Wie is er dik? Je moeder? Nee, ik had die auto. Ja, die auto van Dick. Zeg. Die auto wil ik wel hebben, man. Ja, dat is wel echt een bak, hè. Ik had niet over jou, hoor. Nee, nou niet, Dick. Heb je ook mijn tank betaald? Nu? Nee, we kunnen gewoon doorrijden, hoef je niet betaald. Hé, wacht, heb je nou... Hans getankt. Nee, wacht. Gaat dit? Heb je nou wel of niet mijn tank betaald? Gaan we nooit achterkomen. Niek, doe niet zo grappig. Als ik wegrijd, heb ik een probleem, hè. Helemaal niet. Niek, heb je... Rij nou maar weg. Oké, dus we kunnen wel lachen. Je hebt betaald, hè? Start de auto. Als jij niet hebt betaald, dan krijg jij de boete, hè? Opdrijf, deurtje dicht. Jij krijgt de boete, hè? Nee, het is jouw auto, jouw kenteken. Lekker broodje. Nee, ik geloof je wel. Hij is weer aan het kutten, hij is weer aan het kloten. Oh, die is die van jou. A few moments later. Heren van het moederleven.
Hallo. Kami. Hallo, hallo. Ben je niet boos? Wij dachten echt serieus. Wij belden jou op en wij dachten van, ah, dit wordt wel een dingetje, zeg maar. Maar kijk, we zijn het stadium van boos, zijn we nu gepasseerd. Ik ben niet meer boos. Dat zijn mijn woorden. Even. Virtual even kappen. Nee, een boze, dat gevoel is er niet meer. Het is eerder een gevoel van schaamte. Dat ik gewoon tegen mensen zeg, Niek en Vincent sporten hier. Maar ze komen dus eigenlijk nooit een keer op tijd gewoon. Nou, laten we nog maar gewoon snel gaan beuken, jongens. Boek uit. Ja. 8. Woe. 9. Wat ben jij sterk, zeg. Ja! Nou jongens, het is weer lekker weer en we zijn weer lekker aan het trainen. Heerlijk. Ik had er vandaag weer heel veel zin in. Dus ik ga nu liggen en dan ga ik even deze stangen omhoog drukken. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo. Waarom komt Gent? Ja, dat zal ik je vertellen. Porno. Ja. Zit jij in de porno? Nee, oh, ja. Niek, wat zijn nou echt nu, man? Hij vroeg... Maar wat doe jij nu? Ik zeg, ja, meneer, porno. Hij zo, echt waar? Porno? Ede. Nee. Laat me even rust, ik moest gewoon normaal gaan trainen en je moest de mij nu afleiden. Nee, je moet opschieten met die lui race. Je zit op 5, je moet je ogen uit je kop schamen. 5, kom op. Duwen. Oh, zoals jullie het in het vorige filmpje zagen, werd ik eventjes flink geprankt. Door Hidde. Maar goed, kijk, hiervoor deed ik het bij Hidde. Maar die hadden we helaas niet op beeld staan ook. En toen gingen ze me terugpakken. Alleen ze hadden het met hun eigen telefoon gefilmd en niet met de camera. Maar het is zo kut, want je staat dan met gewoon... Hoeveel is dit? 70 kilo staan aan je nek. Maar je wilt hem terugleggen. Even snel, maar dan mis je hem ook nog en dan sta je daar. Dus ik stond hier gewoon echt in mijn blote snikkel en gewoon in mijn blote reet. En dan reed ik toevallig ook net, nu net weer, reed er een bus langs. Dat is een hele drukke weg. Maar goed. Dit soort grapjes zijn gewoon mooi, dus ik vind het allemaal wel lachen. Ik vind het wel grappig. Hè? En nu ben jij nog aan de beurt. Ik ga niet meer squatten, kan ik je vertellen. Nu gaan jullie helemaal nu durf je niet meer, hè? Nee. Weet je wat Niek net zei? Heel veel mensen die wonen daar en die zeggen dus... Ja, we zien jullie altijd sporten, dus we dachten... Laat het maar een keer komen kijken. Dit is ook een mooie promotie. Nou ja, misschien krijg je nu wel meer klanten. Zo. Hey, maar het klopt echt dat we dus in de porno zitten. Nee. Oh ja, we maakten net nog een grapje, maar wat een gekheid. Maar hey, we hebben wel, Niek die durft niet meer te squatten. Ik ga niet meer squatten, man. Ik snap het ook, heel eerlijk. Ik zou het ook niet meer doen. Wat een gekheid, maar we zijn wel weer klaar met trainen. We hebben prima getraind vandaag en het is mooi geweest. We gaan lekker een broodje halen. Nou, tot de volgende keer. Zo, jij hebt wel een broodje verdiend, jongen. Echt, hè? Echt, hè? Hey, goedemiddag. Hey, wij komen voor een stoel. Goed, dan mag je eerst even helpen met het bureau in de juiste kamer krijgen. Kom. Oh, oké. Okay. Kom mee. Loop even mee. Wat is dit dan? Kijk eens. Dit is een heel projectje. We krijgen dit bureau met even hier de ruimte in. Dus dit bureau willen jullie in die kamer krijgen? Ja. Dat heb ik dan heel handig toch al gedaan? Nee, dit gaat perfect. Succes. Ja, til hem op. Maar zijn dat je prutsers? Lukt dat? Ja, dat lukt. Niet. Ga dan. En ook pas dan voor het raam daar. Hey. Jongens, hey. Jongens. Hey, misschien moet je... Dus je wil ook helemaal in laten schuiven. Dat zei ik nog, Menno. Ja, maar we zouden... Waar is het opgepakt? Hier. Heren, goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Jullie doen veel dansjes nu, hè, met het opname, zag ik. Leuk. Nou, jongens, Niek heeft eventjes zijn momentje. Ik heb koffie gehad. Nee, voor deze man mag helemaal geen koffies. Stil. We zijn op kantoor van mijn pa, dus... Vriendin belt. Nee, hoor, man. Niet je moeder dus. Nee, hoor, man. Hey, kom, we gaan naar Gamon. Ja, we gaan naar Gamon. We gaan een bootje. Gucci gang. Hey Ruud, wat zie jij er goed uit vandaag? Dankjewel, jongen. Met je groene schoentjes. Een hele bekende zaak. Groen truitje. Ja, niet normaal. Ja, dit is een zakelijk outfitje. Ja, valt nog mee, toch? Ja, mooi hoor. Mooi. We doen ons best. Ja. Niek, verstop je vriendin. Je vriendin, ik doe net alsof je er niet bent, ja? Hey, Bel. Hi. Hoe is hij? Waar is Niek? Oh, nee. Wow. Hey, schatje. Hallo. Zoals jullie zien, Belle die is er ook gezellig bij en wij gaan even lekker broodje houden. Oh ja, is goed. Ga ik doen. Schouderblessure, dus ik moet zo lopen. Laat ze even zien, wat heb jij daar? We zijn bij Gamon van de broodjes. Zo, we zijn weer terug op de zaak.
En we hebben de broodjes alweer op. En ik kijk nu net naar buiten. En het is echt fucking mooi weer aan het worden weer. Ik zie al een blauw luchtje, Niek. Niek, ik zie een blauw luchtje. Ik ga weer lekker naar huis. Niek en Bella zijn naar Seats en Sofa. Ik zou eerst meegaan, maar ik heb eigenlijk niet zoveel zin om daarheen te gaan. Zij gaan daar gewoon op een bank zitten en een paar banken testen. Ik ga lekker naar huis en dan ga ik denk ik eventjes een keer na lange tijd weer een keer muziek maken. Dus let's go naar huis. Ik heb nog steeds wel echt dat ik de kleur heel mooi vind. En dan kom ik naar de andere kant en dan heb ik opeens dit. Blijf ik jammer vinden. Zo, ik heb eventjes alles weer op mijn kamer gezet. Eerst had ik deze nog bij Gio staan. Die stonden op de zaak bij mijn pa. En die had ik altijd mee. Dus alles was overal ergens anders. Maar gelukkig heb ik nu alles weer terug. Dus ik ga denk ik gewoon nu eventjes gewoon even muziek maken of zo. Kijken of ik nog even wat leuks kan maken. Even wat leuks aan inzingen. En als ik wat heb, laat ik het zo aan jullie horen. Dus kijken, de lucht is nog blauw. Het zonnetje schijnt nog. Het is inmiddels 5 uur. En weet ik vandaag heel erg heb. Ik ben nu sinds... Kijk, meestal sta ik niet zo vroeg op. Maar vanochtend moesten we om 8:30 eruit. En ik had op een gegeven moment rond 3 uur had ik al het gevoel dat het echt 6 uur 's avonds was. Maar ik vind het echt wel lekker dat je gewoon wat aan je dag hebt als je vroeg opstaat. Dus dat ga ik waarschijnlijk vaker doen. Meestal moest ik dat bij GTST wel. En ook bij andere opnames moet je altijd heel vroeg op de set zijn. Maar ja, nu had ik niet heel veel opnames. Dus ik stond meestal rond 10, 11 uur op. Maar vanochtend is een keer om 8:30. En ik denk dat ik dat vaker ga doen. Want ik vind het echt lekker. En helemaal als de zon schijnt en het lekker weer is. Dan wil ik graag mijn dag benutten. Dat is heerlijk. Dus vaker doen. Veel mensen die vragen aan mij van... Hey, wanneer ga je muziek uitbrengen? Wanneer komt je muziek? Waarin maak je muziek? Hoe lang doe je het al? Misschien dat jullie het waarschijnlijk ook wel hebben gezien op mijn Insta of in de vlog van Gio. Ik maak tegenwoordig heel veel muziek, omdat dat is eigenlijk altijd mijn grootste passie geweest. Ik vind dat echt fucking vet om te doen. En ik zou er ook heel graag echt iets mee willen doen. Alleen wat het nu is, ik ben gewoon heel veel aan het maken met allemaal verschillende producers. Allemaal verschillende mensen ben ik gewoon allemaal nummers aan het maken. En dan ga ik gewoon daarna kijken van oké, wat past bij mij? Wat vind ik nou vet? Welke stijl past bij me? En dan wil ik gewoon een beetje een soort van plannetje hebben. En als ik eenmaal een plannetje heb en een selectietje met 5 of 6 nummers, dan ga ik muziek droppen. Ik heb nu al echt wel wat dingen klaarstaan. Ja, stay tuned, maar het komt eraan. Maar ik kreeg deze vraag zoveel dat ik dacht, nou, ik ga het ook eventjes behandelen in de vlog. Dus ja, hou het in de gaten. Ik ben er mee bezig, dus dan weten jullie dat. Oh ja, en wat ik ook heel erg leuk vind om te doen is vloggen en video's maken voor jullie. Daar heb ik de laatste tijd heel veel plezier in. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, dan moet je even abonneren. Want binnenkort ga ik iets bekendmaken wat voor mij persoonlijk heel erg leuk is. Maar voor jullie ook en ook voor de video's. Het wordt zo vet. Maar goed, ik ga er verder niks over zeggen. Maar ben je nou benieuwd, dan moet je even abonneren. Dus ga naar beneden, druk op dat abonneerknopje. Zet het belletje ook eventjes aan, want er komen hele vette dingen aan. Echt waar. Dus doe maar gewoon even. Ga maar gewoon even doen. Jongens en meisjes, dames en heren. En waarschijnlijk zijn de meeste van jullie hiervoor gekomen. Ik ga een giveaway doen. En niet zomaar een giveaway. Ik heb hier een Hugo Boss horloge. Een gouden. Nou ja, niet echt goud natuurlijk, maar... ja, goudkleurig. Ik heb deze ooit gekocht, maar ik heb hem eigenlijk bijna nooit aangehad. Omdat ik hem, ik weet niet. Ik heb hem gewoon bijna nooit aangehad. Want ik draag sowieso niet heel vaak meer horloges. En als ik eentje draag, is het een zilveren. En die heb ik altijd om. En ik dacht, ik ga deze weggeven aan een van jullie. En jullie denken natuurlijk, wat moet je doen om dit horloge te winnen? Nou, ik ga het je vertellen. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. In de reacties laten weten waarom je dit horloge wilt. En mij volgen op Instagram. En wie weet, win jij dan wel dit horloge. En echt, ik moet zeggen, toen ik hem kocht, vond ik hem ook zelf zo dik. En hij ligt gewoon bij mij altijd in de kast. Dus ik dacht, dat is hartstikke zonde. Kan ik hem beter weggeven aan een van jullie. Dus wil je dit horloge nou winnen, dan doe je eventjes wat ik allemaal net zei. Abonneer op mijn kanaal, reageren in de reacties en mij volgen op Instagram. En wie weet is deze wel gewoon van jou en kan je gaan flexen en de tijd op aflezen en ermee doen wat je wil. Dus doe maar. Ik ben ook nog steeds muziek aan het maken en ik ga jullie een beetje uitleggen hoe ik het meestal doe en dan laat ik jullie even wat horen. Kijk, dit is Logic en hier neem ik zeg maar alles in op via de microfoon natuurlijk. Maar ik haal mijn muziek, zeg maar mijn beats, meestal van Beatstar en soms maken echt producers waar ik dan ook bij zit in de studio het. Maar bijvoorbeeld hier heb je een beat. Hier. Daar heb je dus gewoon beats op beatstar.com heet dat. Die kan je dan gewoon gratis downloaden. En als je het eenmaal wilt gebruiken, dan moet je gaan betalen, zeg maar. Maar dan download ik die en die gooi ik dan in Logic, het programma waar ik in opneem. En dan ga ik gewoon wat tekst bedenken en het inzingen. En ik heb er nu dit van gemaakt. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. The country band.
Vind je het een probleem als ik even met je ben? We kunnen samen over zee. Als ik even voor je ren, we kunnen shooten voor de crème in Paris. Want je hebt het verdiend, hebt niet voor mij de gezien zoals jij. Vind je het een probleem als ik even met je ben? We kunnen samen over zee. Als ik even voor je ren, we kunnen shooten voor de crème in Paris. Want je hebt het verdiend, hebt niet voor mij de gezien zoals jij. Zo doe ik dat dus meestal. En ik weet ook niet eens of ik dit ga uitbrengen hoor. Ik doe dit echt gewoon voor de lol. En gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. Maar ik dacht, ik laat ook eventjes aan jullie horen. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat mij een reactie achter wat jullie ervan vinden. En wat ik al zei, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Zo, nou, ik heb een hele leuke dag gehad. En ik hoop dat jullie het ook een hele leuke dag vonden. Ik ga nu lekker mijn bed in. Dus vond je deze video leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.